Dagteksten, maandag 5 februari 2024, Jesaja 30, vers 18. De Heere verlangt ernaar u genadig te zijn. De Heere verlangt ernaar u genadig te zijn, Jesaja 30, vers 18. Het leerwoord gehaald uit Handelingen 15, vers 11. Door de genade van de Heere Jezus geloven wij behouden te worden. Door de genade van de Heere Jezus geloven wij behouden te worden. Handelingen 15, vers 11. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Voor uw trouw, voor uw genade, dank u wel. Wij loven en prijzen u om uw grote trouw. En zo dragen wij deze week vol eerbied en ontzag aan u op, omdat u wederom bewezen heeft dat u onze trouwe vriend bent die in de hemel woont. Wij mogen vol blijdschap zeggen, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we blij zijn en ons erin verheugen. We verdienen het niet, maar u bent zo enorm groot en heilig. U wacht op uw volk. Op uw kinderen die zich van u hebben afgekeerd. Vader, u verlangt ernaar om goed te zijn voor uw schepping. Dank u wel dat u niet in het graf gebleven bent. Maar om ons bent u opgestaan. Om ons te redden uit liefde. Dank u, Heer, dat u een rechtvaardige God bent. Een God op wie wij kunnen vertrouwen. We hebben u nodig. Om ons ook in tijden van grote uitdagingen, als wij het gevoel hebben dat alle hoop verloren is, te blijven bemoedigen. Zodat we blijven vertrouwen op uw belofte van verlossing, redding, genezing en bescherming door het bloed van Jezus Christus. U roept uw volk op en u belooft hen dat ze weer in Jeruzalem zullen wonen. Dat ze niet zullen blijven huilen. U heeft beloofd om hen te hulp te komen zodra u hen om hulp hoort roepen. Vader, met hen roepen we om hulp. Maak een einde aan deze wrede oorlog, Heer. Strek uw heilrijke rechterhand uit over elk van de getroffenen en red hen, Vader. Zij verlangen meer dan ooit naar uw hulp, uw troost, uw bescherming. Heer, wij smeken u om een einde te maken aan deze vreselijke oorlog. Stop de haat en de wreedheid, o Heer. We danken u dat u ons aanzet om te bidden voor uw uitverkoren volk. Maar u verlangt ook van ons dat we bidden voor wie ons vervolgen, voor wie hen vervolgen. En ook te zegenen wie hen haten, wie ons haten. Vader, het is niet een makkelijke opdracht, maar wij moeten gehoorzamen. Wij moeten uw wil doen. En zo dragen wij in dankbaarheid alle jarigen aan u op. Allen die iets te vieren hebben, die vol verwachting uitkijken naar een blijde tijding of een belofte. En zo dragen wij ook op voor genezing, voor verlossing, voor bevrijding, de zieken, de bedroefden, de radelozen, zij die wachten op een operatie, die zich voorbereiden op een moeilijk gesprek, op een situatie die ze niet hebben zien aankomen. Maar wij mogen ze bemoedigen dat u zegt, houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben je redder. Ik ben je trooster. Ik ben je verlosser, je beschermer en je genezer. Ik houd je in de palm van mijn hand. Help ons om uw geest die in ons woont uit te dragen. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.